Broeders en zusters, beminde kijkers, hooggeëerd publiek. Vandaag spreek ik met Jeffrey Spalburg. En die heeft een boek geschreven, een boek dat heet Ik ben uw meester. Vertel Jeffrey, waarom dat boek? Hoi, ik ben Jeffrey. Dankjewel om hier te zijn. Het boek heet Ik ben jullie meester. En ik heb dit boek geschreven om... dat ik ooit vader werd in hetzelfde jaar dat mijn vader overleed. En dit is zeg maar een ode aan hem, wat ik geschreven heb voor mijn zoon. Een familiegeschiedenis, of is het een roman, familiegeschiedenis, historie? Ja, klopt. Het is historie, het is een roman, het is ook familiegeschiedenis. Het is alle drie in één eigenlijk. En het is ooit begonnen omdat, mijn vader had me ooit een verhaal verteld. Hij komt uit een arm gezin uit Suriname. Hij kwam in 1950 naar Nederland. Hij kwam hier om te studeren. En hij heeft een heel levensverhaal, zeg maar. En ik vind het altijd geweldig dat hij, zeg maar, al die opofferingen heeft gedaan om ons te kunnen brengen op de plek waar wij nu zijn. En toen mijn zoon 8 was, toen werd er naar zijn hoofd geslingerd, terwijl hij aan het voetballen was, dat hij op moest rotten naar zijn eigen land. En toen dacht ik wel, ja, nu is het klaar. Wat? Dat is tegen mijn vader gezegd, dat is tegen mij gezegd. En nu wil ik dit eens en voor altijd opschrijven om eigenlijk mijn zoon te laten weten dat hij alle recht heeft van de wereld om hier te mogen zijn. Ja, nou, ik ben eigenlijk een beetje verbijsterd dat dat soort dingen nog de hele tijd blijven gebeuren. Ik ook, ja. Ja. Want jij bent gewoon een jongen opgegroeid in Heru. En nu woon je in Ja, Amsterdam dat klopt. West en je zoon is gewoon een Amsterdammer. En dan Ja, krijg je toch met dat soort dingen te maken. ja, dat heeft toch, dat heeft dan toch, ja, dat heeft dan zo moeten zijn, denk ik. Ik weet het ook niet. Ik was er heel verbaasd over en dat gaf me echt wel de power om dit boek te schrijven. Maar afgezien van deze gebeurtenis, wat kunnen we nog meer vinden in dat boek? Wat kunnen we meer Nou ja, het lezen? is een familiegeschiedenis en wat ik eigenlijk een beetje schets is eigenlijk het levensverhaal van mijn vader. Ik ben zijn hele wandelgangen nagegaan, letterlijk. En dat heb ik helemaal uitgeplozen om zeg maar een soort verhaal van kracht en van overwinnaars te kunnen vertellen. Wat ik al zei, hij kwam uit een arm gezin uit Suriname in de jaren 30, was hij daar opgevoed. En dat is een hele andere wereld dan waarin wij leven, maar we kunnen daar ook lering uit trekken. En zeker als het gaat verhalen voorbij slachtofferschap en die krachtig zijn. Ik vind dat heel belangrijk om die vooral te delen. En wat kunnen we daaruit leren? Wat je er maar uit kan leren, nou ja, in ieder geval krijg je een beetje geschiedenis, grotere geschiedenis aan de hand van mijn familiegeschiedenis, wat de verhouding was tussen Nederland en tussen Suriname. Het gaat ook over vaderschap, het gaat over opofferingen. Het gaat over, ja, over heel veel dingen eigenlijk. En dat zit allemaal in het verhaal. Ja, het vaderschap is sowieso een opoffering natuurlijk, hè? Ja, nogal, ja. Ben je zelf vader? Nee, nog niet. Nee, oké. Okay. Nou, ik wel. En dat vond ik een hele mooie ervaring. Om dat te mogen, ja, hoe zeg je dat? Om daarbij te mogen zijn. En dat heeft ook wel veel getriggerd. Wat ik eigenlijk al zei van, ja... Ik werd dus zelf vader in het jaar dat mijn vader overleed. En dat triggerde wel bij mij van, wow, wat voor soort vader ga ik dan zijn? Wetende de wat mijn vader allemaal heeft moeten doen. Is hij een goed voorbeeld voor je geweest, je vader? Ik denk het wel, ja. Hij was een man van weinig woorden, maar soms hoef je niet altijd Maar dat woorden ben te jij dan weer niet gebruiken een man om voor mij naar te communiceren. voren, want daar verdien je geld mee. Nee. Ik heb best wel wat woorden gebruikt om dit boek te kunnen schrijven, dat klopt. Ja, nou is er op dit moment de laatste jaren een zekere trend van allemaal mensen die het boek schrijven. Ik herinner me meneer Van Kanten, ik herinner me mevrouw Broem. Er zijn talloze boeken uitgegeven van mensen die hun familiegeschiedenis uitzoeken, uitpluizen en te boek stellen. En met name veel mensen van niet helemaal 100% blanke afkomst. Daar is wel een verklaring voor. Is het jou ook opgevallen? Ja, ik denk dat het sowieso nu de tijd is om verhalen te vertellen. En we hebben nu ook de mogelijkheden om dat te doen. Dus ik denk dat dat allebei wel heeft meegeholpen om verhalen te verspreiden ook. Ja, want het is ook de tijd van bewustwording eigenlijk voor een heleboel mensen, geloof ik, hè? Ook, ja, dat zie je ook wel om je heen. Dat mensen veel meer op zoek gaan naar oorsprong van dingen.
Wat goed is, omdat we dan met z'n allen veel beter kunnen duiden waarom dingen nu zijn zoals ze zijn. Ja, ga je hier ook een theatervoorstelling van maken? Nou, ik heb ooit het verhaal van mijn vader al in een cabaretvoorstelling van mij verwerkt, maar dat ging eigenlijk nog niet zo diep als dit boek. Dit is zeg maar het hele verhaal, maar ik heb al wel elementen gebruikt van waar mijn vader vandaan komt en de jeugd die hij gehad heeft. Maar het zou best wel kunnen dat dit uiteindelijk toch weer het theater ingaat, want ja, uiteindelijk ben ik dat natuurlijk, een theaterman. En je moeder. Komt die Ja. er ook in voor of is het eventueel een bijrolletje? Ja, nee, die komt ook voor in het boek. Ik ga nog niet te veel verklappen, maar dat moet je maar lezen. Maar ja, nee, die komt zeker voor in het boek. Want zonder vader en moeder was ik niet hier. En dus die hebben allebei eigenlijk meegedragen aan het familieverhaal. Aan het familieverhaal en het succes. Maar waar komt die titel precies vandaan? Ik ben jullie meester, ja, dat is een goeie. Waar denk jij aan als ik dit zeg? Ja, dat je een soort SM-boek aan het schrijven bent als eerste. Nee, dat is het niet. You're close, but that's not really it. Nee. Ja, het is een ode aan mijn vader. Mijn vader was leraar, dus zo zou je het kunnen interpreteren. Ik ben een verhalenverteller, ik ben een rapper, ik ben een MC. En een MC is een master of ceremonies. Dus zo zou je het ook kunnen interpreteren. Ja, dus bij sommige mensen, zeker met het nieuws van de afgelopen dagen, toch iets oproepen. Misschien heeft het ook iets met de slavernij te maken, maar ook dat over mensen, meesters en knechten gaat natuurlijk, hè? Zou Meesters en kunnen. slaven. Kijk, Suriname is natuurlijk een uitvinding van Nederland. En Suriname is een staat die gewoon bedacht is door mensen over de hele wereld daar naartoe te transporteren en om heel veel geld te verdienen. Ja, dus dat klopt het wel in dat daglicht. Ja, maar die link zit in jouw boek natuurlijk ook wel in, op die dubbele bodem, of niet? Of dat in het boek zit, bedoel je? Die dubbele bodem van meesters en slaven. Nou, ik vind het leuk om altijd titels te kiezen die gewoon verschillende manieren geïnterpreteerd kunnen worden. En Die ook daarom een vroeg ik beetje ook aan jou van provocerend ja, zijn. wat denk jij aan? Het moet een beetje de fantasie triggeren. Dat vind ik belangrijk. Hoe lang heb je erover gedaan om het boek te schrijven? Je hele leven? Nou, wel lang. Ik heb in ieder geval, toen mijn vader overleed, dat is nu 12 jaar geleden, ben ik al begonnen met researchen over zijn leven en de plekken waar hij geweest is en de mensen met wie hij te maken heeft gehad. Dus dat heeft eigenlijk 10 jaar geduurd, maar het schrijven op zich ben ik ongeveer 4 jaar mee bezig geweest. Ja, maar op en af natuurlijk tussen allerlei optredens door. Maar de coronatijd kwam je misschien wel goed uit daardoor. Ja, dat kwam heel goed uit, want toen had ik eindelijk gewoon een beetje afleiding. Dat heb ik gemist tijdens corona. Dat, ja, nou ja, je kent me, ik ben een theaterman, je treedt Ja, op, daarom. dat is wat je doet. En als je dat niet kan doen, dan moet je andere wegen zoeken om je te kunnen uiten. Dus dat was wel, voor mij was dat een goede periode om zeg maar helemaal me over te geven aan het boek en aan het verhaal. Ja, in plaats van hier thuis tegen een muur aan te lopen, heen en weer te springen natuurlijk. En je niet je ei Ja, kwijt kunnen. ja, dat is belangrijk, zeker. Oké, we gaan het natuurlijk nog één keer doen met Jeffrey Spalberg. Ik ben jullie meester. Een interessant boek, dat moet u allemaal gaan lezen, beste kijkers. En het is maar dat u dat weet. En dan gaan we hem weer uitzetten.